Waar ik me op verheugd heb, lieve luisteraars en kijkers, is dat, uh, dat stuk van jou, wat je hebt geschreven naar die redacteur. Ik heb daar echt uh, met een. Nogmaals, het is een appje, hè? dus het is geen officieel ik artikel. Heb dat wil ik even. Met smaak zitten lezen en zitten lachen. Welkom bij de Slimmer Presteren Podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. ...over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen... ...maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over... ...nog meer marathonpraat. Over de pacer en het gevaar van een marathonlopen. De knotsgekke avonturen van Gerrit in Rotterdam deden veel stof opwaaien... Niet alleen bij onze luisteraars, maar zelfs bij de NOS. Vandaar dat we het graag nog een keer over de marathon willen hebben met twee urgente kwesties: wat doet de pace nu precies? En is die marathon echt zo'n aanslag op je lijf? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Ja, Jurgen, goedemorgen. Goedemorgen, Gerrit. We gaan terug naar Rotterdam. Ja. Een paar weken terug hadden wij de aflevering waarin ik verslag deed... en wij samen uitrafelden hoe mijn Rotterdam Marathon is verlopen. Ja. 24 oktober 2021. Hij heeft hem uitgelopen. Uitgelopen, 3,50, <laughs> stuk gewandeld. Nou, als je ja. dat wil weten, ik nodig je van harte uit om die aflevering te gaan luisteren. Maar zoals ik net al zei in de intro, veel te weeg. Ja, leuk. Ja, veel, zeker. Heel veel reacties. Ik denk dat dit misschien wel herkenbaarheid, uh... maar ook wel uh, mensen die zich uh, een beetje op hun uh... Ik getrapt voelde als. Ja, nou in ieder geval aangesproken ja. voelde over uh, een aantal dingen die we daar gezegd hebben over de Pacers, Oftewel nou, en... de personen met een vlaggetje op hun rug. Die uh, 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 nou je ja, na een bepaalde eindtijd brengen. Dus in deze aflevering antwoord op twee vragen: hoe zit dat precies met die pecer? Ja. En, en wat is daar het verhaal? En, uh, en, en hoe werkt dat? En wat misschien veel marathonlopers ook in die tijd rondgeappt krijgen, rond begin november, week later. Ik kreeg hem in ieder geval van diverse kanten geappt. Een filmpje op nos.nl over de gevaren van de marathon. Ja. Nou, en daar zijn wij als Slimme Presteren Podcast ook op alle. Nou, met nog veel, veel andere lopers en loopplatformen opgesprongen. Jij op Twitter. Ja. Uh, Guido stond er zelfs mee in de trouw. Uh, die, die zoekt dan ook meteen de landelijke media op. Ste en, uh, ja, n NRC was het, denk ik. Maar uh, sterker ja, nog, ik heb gewoon gecommuniceerd met de redacteur. Ja. Uh, en ik dacht eigenlijk eerlijk gezegd van, nou ze gaan dat filmpje aanpassen, of ja, misschien van de soundtrack maar... zei je zelfs, want ik kan echt ja. niet. Nee, nou, nou dat ja, uh, doen we in de tweede omdat helft. Omdat ze dat niet doen, is het toch goed om daar even bij stil te staan. Ja, in de tweede helft gaan we dat filmpje lekker debunken en we gaan ook even met Guido uh, uh, zoomen, uh, zoomen, met vroemen om even dan te checken waar zitten de reële grenzen? Hè? Ja. Wie, wie moet er nou echt opletten voor een marathon en wie niet? Laten we bij het begin beginnen. Al die reacties die binnenkwamen, even een paar namen droppen, vinden we altijd leuk. Hè? Marius van der Bremer, vaste trouwe luisteraar. Mooie uh, compliment op Instagram. Ook uh, Michel van der Hoven. Die zei: Nou, dit is wel een heel herkenbaar verhaal. Ja. Dus ik zei: Wat herken je dan? Nou, hij had letterlijk uh, vergelijkbare zaken over de een pacer die, uh, die, wat hem betreft, te snel liep. Waar hij niet bij kon blijven. Dat hij zich irriteerde aan schreeuwende mensen die hem weer in de gang probeerden te, te krijgen. Uh, ik loop er een paar door. Esther Visser van der Meer liet ons weten via Instagram: Slimmerpodcast. Dat ze het een hele toffe aflevering vond. Dat ze haar eerste marathon had gedaan. En dat ging een. Stuk beter. Uh, dank voor het eer, mijn eerlijke verhaal. En uh, op naar april 2022. Nou, dat vinden we leuk, Esther. En dan deze, uh, Martin Bredijk, ook uh, trouwe reageerder uh, van de podcast. Die liet toch weten: ik denk niet dat ik meedoe, maar het kriebelt <laughs> wel weer een beetje. Ja. En dan merkte ik bij jou ook in de podcast en dat <laughs> hoorde ik ook van Jochem, UATT Jochem bij ons op de training. Blijkbaar is die aflevering ja. ook wel een beetje aanstekelijk geweest. Ja. vind ik een mooi compliment. Ja. Daar, daar doen we het natuurlijk voor. Hè? Om mensen met lekker... de marathonambities. Ja, je lijkt wel uh, een vriend van de show die mij meteen appte van... Ja. hé, hey, jij gaat volgend jaar lopen. Toen dacht heb ik dat zo gezegd? Dat Volg heb jij mij gezegd. Heb dat niet dat heb gezegd, daar heb ik heel goed op gelet. Uh, leuk, ik ben weer begonnen met, met lopen. Uh, ja. Nog niet in het achterhoofd van... ik moet er in april uh, 2022 staan, maar misschien, uh, misschien later. Uh, ik, ik neem de tijd ervoor, maar ja. Ik, ja, hij staat op mijn lijstje weer. Ja. Mm. Leuk, nou ja. kunnen we het samen. Ook uh, Jaap Jochman liet ons weten. Wij, wij zeiden daar iets: zullen we samen daar naartoe trainen? Ja. Nou, die zei: uh, ik haak aan. Dus, uh, Je nou, kan ook een halve doen, toch? Ja, je kan nou 10 kilometer doen. Maakt mij niet uit. Uh, ik, ben ja, ik ben erbij. ben er gewoon bij. Leuk. Um, ook op onze website www.slimmerpodcast.nl een aantal leuke reacties op die bladzijde. Pieter van Waarden reageerde. Uh, die uh, had wel geëxperimenteerd met nieuwe schoenen, maar dat was hem dus uh, fantastisch bevallen. Die waren blijkbaar niet te klein. Fijn voor jou, uh, Pieter. <laughs> Komt <-ie> hij <laughs> um, nu mee. Ja. Ron Pauwels reageerde ook. Mooi lang verhaal met zijn uh, verhaal van de marathon en uh, in Eindhoven. En zijn tweede. Nou, als je dat wil lezen, ga naar onze website, www.slimmerpodcast.nl en kijkers onder die aflevering, daar kun je het verhaal van Ron lezen. En ook in de mail, post at slimmerpodcast.nl, diverse mails binnen. Onder andere van Ed Blok. En Ed, die stipte wel een interessant uh, onderwerp aan. Die zei uh, ik uh, miste nog een andere fout die je wat mij betreft maakt. En dat is de manier waarop jij je sporthorloge gebruikte onderweg. Want uh, ja... Ik hoorde dat jij een verkeerde snelheid zag en je daardoor mentaal uit het veld liet staan. Terwijl ik altijd denk, ja, wacht even, maar die data moet je lekker achteraf analyseren. Want onderweg uh, gooit je dat maar van het pad af. Hoe denk je daar nu over, vraagt Ed? Ja, hoe denk jij daarover? Ja, ik ben gaan twijfelen. Uh, ik gaf in die aflevering al wel aan dat ik al diverse reacties meteen al kreeg. Die zeiden, ja, maar je kan die tempo's op je horloge niet vertrouwen. Zeker niet bij de hoge gebouwen. Ja, aan de andere kant denk ik ja. Maar ja, hoe weet je dan onderweg waar je zit? Alleen op tussentijden of zo, op je ja. vijf en je tien kilometer. Ja, maar in het grotere geheel, dan wel een beetje die vermogensmeter-besje van, uh, nou. Je gaat toch niet op, je op, op, je, op die meter kijken bij het fietsen van hoeveel vermogen Volgens je hebt? Volgens mij hebben wij in de aflevering met Teun van Erp uh, nee, onlangs gewoon gezegd <laughs> dat, waar, dat we daar langzaam eerst. opgewarmd zijn. Ik bedoel, uh, ja, we hebben jou toch ook geleerd uh, in onze afleveringen van ga op je gevoel af. Je gevoel zegt toch nog zoveel meer dan al die, die metertjes, et cetera. Dus, ja, ja. dus dat zou wel een inter interessant experiment zijn richting Rotterdam. Ja. Om gewoon vaker zonder kilometer tijden te gaan lopen. Ja, nou ja, wat ik volgens mij is ooit in een, in, in een van de vroege afleveringen over, toen we het over pacing de eerste keer hadden. Ja, ik in mijn, toen ik nog best wel wat meer liep en, en uh, gebruikte ik meestal om, mocht ik alleen naar de eerste kilometer ging kijken: van nou zit ik op het schema wat ik mm. voor ogen heb? Mm. En dat was meestal dan bevestigend, ja. Misschien, ik heb ook nooit gehad dat ik denk, jezus, ik ben, uh, ik loop een, een, een half minuut achter of zo, zeg maar. Dus nee. dan blijkt dat gevoel, en dan is het gewoon geruststellend. Geider. Maar ik ben zeker niet van, uh, ja, bij elk piepje dat even je hoort kijken. van, even kijken, hoe zit ik nu? Nee, nou, ik zit er een beetje en... tussenin. Ik kijk niet bij ieder piepje. Ik kijk wel regelmatig, us, en dan doet ja. het wel wat. Daar heeft Ed wel gelijk in. En ik moet... Ik deel met Ed dat in het begin had ik, uh, had ik geen sporthorloge en uh, deed ik het met mijn telefoon en inderdaad een hartslagband. En had ik überhaupt pas data achteraf. Ja. Ik ben wel mee eens dat dat, dat misschien wel slimmer is. Ik en ga je daar hebt in ieder nou, mee iets naar uitkijken als je gewoon zegt na nou, vijf kilometer. Nou, ben benieuwd. Het, het gaat lekker, dus ik verwacht die in die tijd. En dan ja. zie je hem denk ik. Dan ja, zegt ja. Ed, dan moet je dus sowieso niet doen, want wat nou als het dan ja, tegenvalt. Ja, nee, dat klopt. Ja. Dus, hm. uh, ik ga er in ieder geval een paar races mee experimenteren. Een 10 tien kilometer of zo. Marcel van het uh, legendarische duo Marcel en Sylvia ja. <laughs> mailde ons ook ja. en die zei: uh, nou superleuke podcast, ik herken heel veel. En toen schreef hij: ik ben toch benieuwd naar het officiële verhaal van de Pacers. Ik kan me niet voorstellen dat ze zomaar veel harder lopen dan een gemiddeld tempo. Misschien heeft de gemiddelde loper verkeerde split, waardoor ze de eerste helft meer ruimte moeten opbouwen. Nou, hij was nieuwsgierig. En is wel in lijn met een aantal meer reacties over onze opmerkingen over de Pacers. Heel snel voor de mensen die het niet geluisterd hebben. Ik liep met iemand met een vlag op zijn rug 3.30, omdat ik de verwachting had dat hij vijf minuten kilometer zou lopen. En hij liep voortdurend een seconde of negen, acht sneller. En dat uh, heeft mij gefrustreerd en dat uit ik daarom. Ja. Ik heb toen al in de aflevering en volgens mij overal waar ik over zeg, gezegd dat ligt aan mij, hè jongens. Ik verwijt niemand wat. En ik vind ook zo'n pacer een leuke service van de organisatie. Daar mag je ook helemaal niks van verwachten. Maar ik wil dat ja. nu nog maar. Maar keer het, het riep ook bij mij de vraag op: hey, hoe hoor ja. je pacer ja. eigenlijk? W van, uh... Wat is het plan van ja. die, uh, mensen? Nou, uh, ik kreeg nog van Nelleke op Instagram uh, een verhaal die dat ook herkende. Op mijn eerste halve marathon start ik bij de pacer voor 2,5 uur. Daar had ik netjes op getraind. En toen bleken ze als verrassing opeens 2,22 te lopen. Dus uh, zij zegt ook. Nou, nou, ga ja. maar even naar die Pezer toe en vraag maar even wat hun plan is. Ja. Goeie tip, Nelke. Christa underscore BR, die uh, zei: uh, Ja, even reality check. <toss> nou, tenminste, die toon hoor ik er dan bij. <tosses> Als jij uh, 451 in dat peloton al niet bij kon houden, dacht je dan dat je 458 ja, ja. solo wel was gelukt? Goed punt, Christa. Ja, goed Zeker. punt, Christa. En dan zei ik: Nee, natuurlijk niet. En uh, uh, ik heb daar nog maar een keer onder gezet. Het is ook mijn frustratie over mijn verwachtingen versus realiteit. Uh, dat ligt aan mij en niet aan uh, die pacer. En uh, dat uh, onderschrijft ze dan ook uh, wel. Daar is ze blij mee dat, ze dat, uh, dat ik dat nog even laat weten. En ik hoop uh, en ik denk dat Jurgen Antoni een andere Jurgen, uh, dat toch ook wel goed heeft gehoord. Want hij heeft ons een uitgebreide mail gestuurd. Ik heb hem zelfs even uitgeprint. Hij staat voor de kijkers op YouTube misschien voor, maar ja, dat kun je toch niet lezen met die kleine fonds. Um, een Vlaming die zegt: Ik zal even kort op jullie podcast reageren. Werd dat hij een wat langer verhaal? Nee, je weet maar heel gaat. zorgvuldig. En zorgvuldig. En ja, echt waarderen. Ik krijg waardering voor een pacer. Ja, want, het. zijn um, geen pannenkoeken. Pecers, ik lees even de dus eerste twee duidelijk. zinnen voor en dan, dan behandelen we wat hij schrijft. Um, omtrent de beginnersfouten van marathon en de negatieve commentaren op de gevolgde pacer. Ik voel mij deels aangesproken, mm -hmm. schrijft hij. Nou, Jurgen, dat hoeft niet, maar goed. Fijn dat je reageert. Um, ik kan natuurlijk niet in het hoofd van deze pacer kijken, zegt hij. Maar ik was ook pacer. Voor bijvoorbeeld 320. En, uh, no, no, no. en dan nog een heel verhaal. En dan gaat hij uitleggen hoe de pacer eigenlijk werkt. Dankjewel, Jurgen. Laten we dat ja. maar eens afrafelen. Hè. En, uh, ja, dit is wel N is één. Ik denk wat hij zelf ook al schrijft. Maar iedere pacer ja, is wel anders. Begint ermee. De ervaring moet je hebben. In het lopen van een marathon. Ja. Want deze jongen, ik weet niet of hij al twintig marathons had gelopen. Een veertigtal staan. Nou aan. Ja. Ja, ja, dus deze ik bedoel, zeer ervaren lopen. nogmaals, dit zijn geen pannenkoeken. Dit zijn echt wel mensen die weten wat een marathon is en ja. daar ervaring mee hebben. En dus ik zie het ook als een soort erebaantje wel, hè, om uh, peesers ja. te mogen zijn. Want, nou, het uh... eerste onderwerp waar hij aanstipt: uh, wij moeten er rekening mee houden dat we met een grote groep lopen, mm -hmm. waardoor bijvoorbeeld niet iedereen op de ideale lijn loopt. Dus dan zegt hij al eerste tip, eventueel voor andere peesers ja. die luisteren: uh, ik uh, pees altijd op 42,5 ja. in plaats van op 42 en uh, 42 kilometer 195 meter, om zeker te weten dat we niet uh, te langzaam gaan dat parcours iets ja. langer blijkt. Hoe zo. lang deed jij er? Uh, hoe lang was jouw? Marathon? Oeh, die heb jij vraag nog geen voorbereid? Ja. Zal ik ondertussen even opzoeken. Want dat is, jij... Ja, ik vind dat dat is een beetje. Ja, als je een serieuze marathon wil zijn, ja. dan moet gewoon die afstand echt kloppen, hè? Ik bedoel, en dan wordt gemeten aan de echte de, de, de korte bochten en uh, dus vandaar dat het voor een gemiddelde loper loopt gewoon verder. Ik zou je, je vertellen: gewoon... op mijn Strava 24 oktober 2021 is de afstand 42 kilometer, comma, mooi nummer. 42, dus inderdaad ah, ja. 42,4. Ja. Dus dat is nou, inderdaad meer kijk, dan die 42,1. Ja. ja, klopt. Maar nogmaals, ja, dat is ook GPS-afwijkingen en zo. Maar daardoor ja. kloppen de timings ja. natuurlijk uh, weer minder goed. Dus uh, een marathon is niet meer 42,195 meter voor onze recreanten. Maar ik ga maar uit van Hij gaat daar al spacer in ja. ieder geval, houdt hij daar al rekening ja. mee. Dus dat is stap 1. Uh, dan zegt hij nog: Ja, en ik moet ook oppassen met uh, de parcoursaanduidingen. Want helaas komt het nog wel eens voor dat bordjes van 15, 30 niet helemaal op de juiste ja. plek staan. Uh, ik heb ook wel eens meegemaakt, zegt hij bij de Marathon van Antwerpen: Dat het 1-kilometer paneel, ja. <laughs> het laatste kilometer gaan beginnen, op 1,4 stond. Ja. ja ook een beetje is, ongelukkig. Is, iedereen denkt een leuke PR te lopen. Ja, en, en dan uh, wordt, wordt het nog een hele lange eerste ja. kilometer. Um, dan zegt hij: Ik moet rekening houden met het profiel. Je beschrijft al in de aflevering dat ik afhaakte op die klim van de Erasmusbrug. Ja, daar moeten we ook rekening mee houden. Dat in die klimmen gaat het misschien wat langzamer of wat sneller. Dus eigenlijk hoor ik diverse argumenten waarom het dus te rechtvaardigen is dat zo'n pacer niet strak 4,55 loopt. Maar inderdaad 4,51 of wat dan ook, 4 minuten 51. Per kilometer moet ik nou zeggen? Ja, en hij houdt er echt rekening met een, uh, een positief splitter? Ja, daar komt hij zo op. Een ja. beetje. Hij heeft nog iets waar hij rekening mee moet. Doen. Hij zegt de bevoorrading. Ja. Zorgen ook altijd Goed voor punt. automatisch vertraging, zeker ja. met een groep. Ja. Want iedereen gaat dan drinken pakken. Dan moet je dat drinken. Dan zakt het tempo ook wat in. Ja. Dus daar gaat verlies ik ook weer wat. Dus ja. daar moet ik ook voor compenseren. Nou, en dan zegt hij nog het monster van de 33 kilometer. Uh, ja, dat kennen mensen ook niet. Daar komt een dip en daar hou ik in mijn paceplan rekening mee... door de snelheid daar lichtjes te laten zakken. Ja. Dus daar is antwoord op jouw ja. vraag, Jurgen. Uh, hij loopt dus niet recht vlak en zeker niet in die zone. Precies, dus je moet gewoon echt uh, ja, vertrouwen hebben... in dat die pacer echt wel het goed doet... Ja. maar dan niet minieus om de kilometer denken... hé, hey, maar dat klopt niet dit en dat. Nee, nee dit is een man die, uh, die het grote geheel ziet... Ja. En rekening houdt dus met, met zaken als, als eten, drinken en, en parcours op en af. En het feit dat toch de meeste marathonlopers die onder de 33 willen lopen ja. relatief hard harder het eerste stuk lopen dan het tweede. Dat dat erbij hoort. Dus, ja, 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 ja. Dat, uh, ja, super. Dus jammer, jammer van jouw irritatie onderweg uh, al ja, ergens. Maar, lieve, lieve luisteraars, lieve peesers en iedereen. <laughs> het is nu toch wel duidelijk. Mijn irritatie zat natuurlijk wel in mij, hè, in mijn verwachting. Ja. En, en dat heb ik ongetwijfeld geuit richting die peeser. Dat is ook zo. Dat was voor mij op dat moment zo. Het gaat niet over die mensen. die. Nee, maar doen. ik vind het ook heel... Het, het is goed te horen, want ik, ik wist het niet precies. En het is ook. Uh, het het uh, raakt aan, uh, aan, aan de beetje de lampjesdiscussie. Daar heb ik ook een artikel over geschreven: in hoeverre die hazende lampjes die je op de atletiekbaan nu ziet. Um, om, en die vooral uh, als er wereldrecords worden gelopen, ja, wordt tegenwoordig gezegd. Ja, hey, wat is die rol eigenlijk van die lampjes? Dat heeft mij echt aan het denken gezet, met name als je over vijf of tien kilometer, hoe stel je die lampjes in? Ja. Ga je uit van de voor, het vorige wereldrecord ronde voor ronde? Ja. Of ga je uit van nou, het is tien kilometer en zoveel rondjes, dus per ronde moet gewoon deze snelheid gelopen worden. Ja. Ja, wat is je pacingplan? Ja. En nou ja, daar heb ik eigenlijk nooit uitleg over gegeven. Daar wil ik nog eens een keer achterheen door, door gewoon echt eens te praten met zo'n organisator van zo'n meeting. waarbij het om het wereldrecord gaat. wat doen ze precies. Want daar heb ik... Maar in, in onze aflevering over Pacing kwam uiteindelijk naar voren. dat de meest succesvolle records toch zo vlak mogelijk gelopen worden. Ja, toch? klopt. Maar dan heb je nog steeds toch te maken met. Uh, nou, daar hadden we het ook over van die, volgens mij, micro pacing ja. uh, dingen. Ja, die variaties. Kleine ja. tempo uh, verschilletjes. Uh, dat één één. Ja, één monotoon tempo is, is gewoon niet te doen, mentaal ook niet of zo. Nee. Er zit on, onwillekeurig. Zit en dat is wel altijd. interessant in de mailbrief, wil ik bijna zeggen, maar dat komt ook omdat ik hem geprint heb, uh, Jurgen Antoni. Uh, zit dat er ook ja. in, omdat je dus rekening houdt met drankposten, met klimmetjes, ja. met uh, variatie. Dus die micro variaties ja. in tempo zitten er sowieso al in. Hij schrijft nog een hele paragraaf over het uh, 14 kilometer schema en dat hij ook herkent ja. dat, daar, dat het mens, voor mensen lastig is om daar boven te komen en dat hij daar zelf als looptrainer daar dus ook altijd een aanpassing op maakt. Eigenlijk dezelfde die ik ook betoog, hè, van ik wil vaker toch ook een lange duurloop doen. Um, en dan de laatste opmerking, Jurgen Antoni, daar ja. ga ik toch even op reageren. Hij zegt, er is nog een hele grote beginnersfout die jullie niet benoemen en dat is namelijk zelfoverschatting. Een marathon is een afstand die je niet cheat met veel te weinig training, met ja. kilometers en intervallen. Daar ga je zeker niet richting je fysiologische limieten. Uh, en dan zegt hij nog even, ja kijk, uh, leuk dat jij op een inspanningstest te horen krijgt dat je 330 kan lopen, maar dat ga je zo niet doen. En die wil ik dan toch even hier live van ja. vanuit terugzetten, Jurgen. Mijn inspanningstest zei natuurlijk niet dat ik 330 kon lopen. Hè? Daar had ik al een ruime marge op. Die enge inspanningstest, die uh, heeft ooit gezegd dat ik uh, wel uh, 3,15 zou kunnen lopen. Ja, maar die was wel een paar jaar geleden. Hè? Ja, Kijk, was ik in een nee. heel andere zin. Nee, dus tuurlijk heeft hij ja. gelijk. Tuurlijk heb ik die marathon proberen te cheaten. Tuurlijk heb ik die, die afstand onderschat. Ja. En daarom is het ook zo gelopen als het is gelopen. Ja. En dat is waarom ik nee, ook is. Nee, maar zei, daarom... Ja, van... je, 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 er zijn al van die formules, hè. Die altijd afnemen. Nou, als je vijf kilometer in deze tijd loopt. Of tien in zoveel. Ja, dan kan je dat doortrekken. Extrapoleren naar de hele marathon. Ja. Maar dat is, dat is echt tricky, vind ja. ik. Ja. En dan, ga, dan heb je ook, als je kijkt naar die fysiologische modellen. We hebben het al over de critical power gehad. Het kritisch vermogen. Je, dat kan je ook met hardlopen doen, kritische snelheid. En dan gaan ze gaan dus meestal uit van dat uh, tempo wat jij een uur kan volhouden. Ja, daar kan je eindelijk eindig volhouden. En dat kan is je natuurlijk niet mee, waar. Want die vermoeidheid staat toe. Dus daarom ja. meer die factor. Vermoeid, hoe ga jij met vermoeidheid om? En nou, bij een marathon, jouw verhaal, alle verhalen van de mails die we krijgen. Ja, daar ergens rond die kilometer 32. Dan uh, gaat het toch gebeuren. En ja. uh, hoe je daarmee omgaat, ja, dat is denk ik toch. Uh het mysterie en het leuke, interessante van de marathon. Natuurlijk. Ja, dat ja. maakt de marathon interessant. Ja. Ik heb hier in onze stapel ook het boek van Aardstichter mm -hmm. nu liggen, Toploper Nederlander. Ja. En, maar die zei ja, en we hadden in die aflevering er al over. Abdi zei het ook natuurlijk in zijn interview. En Aardstichter zegt het ook. Ook voor al die toppers ja. begint het, het pas ja. bij 33 ja. kilometer. Ja. ja, en dan weet je van tevoren echt niet hoe je je dan uh, nee. voelt of nee. wat er gebeurt. Fascinerend. Ja. Ja. Um, in conclusie. Volgens mij moeten we nog maar een keer heel veel respect en bewondering ja. en, en dankbaarheid uitspreken naar iedereen die de moeite neemt om een rugzak met een vlag op zijn rug te doen. om andere mensen te helpen. Natuurlijk. Uh, volgens mij herkennen ook heel veel mensen dat je daar met bepaalde verwachtingen achter gaat zitten. en dat je ondertussen daar teleurstellingen te verwerken krijgt. die je dan ook projecteert op die peester. Ja. ja, sorry ervoor, ik <laughs> ben ook maar mens. Ja. En uh, nou ja, interessant, uh, Jurgen Antoni, om ons dus mee te nemen in uh, hoe dat werkt. Ja. Uh, ik denk dat we daarmee. Uh, een rijk dingetje hebben afgezet, hè? En uh, ja, ga er vooral achter zitten, maar uh, denk aan de tip van Nelleke. Misschien moet je even vragen wat hun ja. plan is. Nou, en nou toch, en, en nog even. Tuurlijk, uh, zo'n pacer helpt. Is is. Het is puur ja, met name het peloton helpt. Service van, he? van, van de marathon. Ja. Maar is het nodig ergens? Is het gewoon? Wat bedoel je daarmee? Nou, ja. Waarom? Ja. Dit. Heb je die service nodig als jij nee, maar Dat is een pure luxe toch? Ja, maar ik denk toch dat heel veel mensen iets hebben. Oh, ik ga lekker mee. Of na nou, oh, een paar die kilometer die blaast, denken ofzo. van uh, hey, ja, ik zit in deze groep. Nou, ga ik maar lekker mee mee. Ja. En dan een beetje vergeten van. Ja, waar ging het mij eigenlijk om? Ik wou gewoon lekker een marathon gaan lopen of zo. Of een, uh, hmm. het ik einddoel. weet niet of deze. Volgens mij keer je nu een valse tegenstelling. Nou, die dingen staan niet tegenover elkaar. En aan de andere kant, misschien ethisch gezien. <laughs> hè? Een marathon loop je toch gewoon ja, voor jezelf, zeg maar, zonder hulpmiddelen. Ja, precies. Je, je vindt het een beetje vals gaan. spelen. Ja, misschien wel. Nee. Nou, nou, vals dan kan je ook juist de verkeerde kant op helpen. Dat ja, ik. daarom. Kortom, ja. Uh, voordelen, nadelen. Het is net als met elke technologie. Ja. Het ligt er maar aan hoe je het gebruikt en wat precies. je ermee doet. Of dat het goed of slecht Omarmen is. Omarm hem of niet. Precies. Ja. Hey dan naar onderwerp twee van deze podcast. Ja, uh, alle... hoe, zit, ja hoe zit jij erbij? Nou, ja. wat heeft mee, Ja, mee... Ja, <laughs> Hoe zit ik erbij? Ik voel me top en okay. ik voel me fit en ik heb energie. En ik heb twee weken na mijn marathon alweer een mooie 10-kilometer-wedstrijd gedaan. Want Dat is ja, ik zei ongelooflijk. zei gelooflijk. Al, ja, als het, uh, het aan de NOS is. Het ligt, is levensgevaarlijk het lopen ja, van de marathon. Met een knipoog, he, zeg ik dan. Even dan ja. toch als hardloopcommunity hier. Uh, de, jullie hebben hem ongetwijfeld ook doorgeappt gekregen. Uh, 3 november, woensdag 3 november, vond de NOS het nodig om met een filmpje naar buiten te komen. Zo. On, Tussen haakjes, ongezond is het lopen van een marathon. Omschrijving: blessures, overwitting, ziekte. Het kan je allemaal overkomen als je een marathon loopt. Maar tegelijkertijd heeft hardlopen ook heel veel positieve effecten. Hoe ongezond is het om een marathon ja. te lopen? Dat zochten we uit. Nou, daar zit het hem al in. Kijk, dit, dit lijkt redelijk gebalanceerd. Hè? Aan de ene kant, de andere ja. kant. Ja. Maar dan die slotzin is al van ze: hoe ongezond is het? Dus ja. wat is je hypothese precies? Ja, en dan uh, puur de balans in dat filmpje van iets van acht minuten, negen minuten, is gewoon 90% gaat over alle gevaren. Nou, daar kunnen we het zo nog over hebben. En de laatste minuut. Oh ja, er zitten ook gezonde aspecten aanlopen. Maar. Uh ja, wij kiezen er toch voor om lekker op de bank te gaan uh, neerploffen om naar de marathon te kijken. Nou ja, ja. Dus ik dat was stap één ik... ik heb erop gereageerd op Twitter. Ja. En redelijk uh, ja, gewoon gezegd: hé, hey, ik mis de nuance een beetje. En ik ben benieuwd welke deskundigen jullie hier gesproken hebben. Want ik kijk daar toch anders naar. Of deskundigen kijken er anders naar. Kreeg Volgens... jij hem doorgeapt uh, Nee, ik zag hem op Twitter. Ah, okay. ja. en Oh ja, ik kwam uiteindelijk in de UHTT. kwam ik hem wel ook tegen. Nou, Guido, die. Die reageerde ook, maar iets, iets harder denk ik. Dat zijn Guido's natuurlijk. Die, kan, die mag daar ook meer over zeggen, denk ik altijd. Ja. Maar het interessante was dat ik gewoon een, een appje kreeg van de redacteur van de NOS, die ik dan ken. En die zei, nou, ik ben benieuwd, Jurgen, naar uh, hoezo uh, ja, jouw reactie en uh, waarom dit dan niet klopt. Ja, nou toen ben je eens even in de pen gekomen. Ja, nou, en toen dacht ik, nou dan wil ik dat hem proberen uit te leggen. En met de kennis die ik heb, en met wetenschappelijke uh, studies erbij. Ja. En heb ik een verhaaltje naar of dat, dat, dat antwoord naar hem gestuurd. En ik dacht, ja, met inderdaad de volgende stelling, nou ben benieuwd wat ze daarmee doen. Misschien gaan ze tot afvakken. Misschien zien ze ook in van dat nou, heel het. Heel eerlijk, wat een beetje je hebt ons. Ik heb gereageerd. Ik neem aan dat dit filmpje morgen van de website ja. van de NOS nou, is. Ja, dat eigenlijk. was misschien een wishful thinking. Maar ik dacht wel van, nou hier moeten ze iets mee. Ja. En dus ja, dat is ook een beetje, want ik zei ook meteen, ja, ik, we hebben geen zin om de NOS te bashen of noem ja, maar op. Ja, want ik denk... zei meteen, ik kom nu met de microfoons ja. naar je toe. We gaan dit filmpje ja. even helemaal uh, fileren. Maar ik denk oprecht dat zij gewoon op een, uh, ja, een, een heel verkeerde boodschap aan het uitzenden zijn hier. Ja, maar... en het is iets wat je gewoon eigenlijk niet zo verwacht, toch? Van een gebalanceerd nee. nieuwsmedium als de NOS. Ja. Je gaat je afvragen, wat is jullie motief? En wat ik ook merkte in een heftig polariserende samenleving ja. waar we helaas zijn, had ik het gevoel dat ik hem ook doorgeappt kreeg van mensen die wat minder sportief zijn. Mm, ja. En geen marathons lopen. Als een soort van, zie je wel, ja. jij bent gek ja. en ik er niet. Ja. Weet je wel, Dan denk hoezo, ja. wat ja. is het nou? Ja. Waar ik me op verheugd heb... Lieve luisteraars en kijkers, is dat, uh, dat stuk van jou, wat je hebt geschreven naar die redacteur. Ik heb daar echt uh, met een. Nogmaals, het is een appje, dus het is geen officieel <laughs> artikel. Dat met wil ik even. heb smaak zitten lezen en zitten lachen. En ik ga hem nu een stuk voorlezen, paraphraseren. Mag ik deze tekst publiceren op onze website? Ja, oké. Okay, dat... Met de reactie ah, ja, van de redacteur erbij. Hè? Duidelijk even van omhoog. dat dit er gewoon een. Hoor appje en appje en is en Dat ik ja. in een app wel wat anders nou. reageer dan. Lieve luisteraars, artikel. ga er eens voor zitten. Ik vind het heerlijk. Jij mag inhaken als je vindt dat ik iets verkeerd heb interpreteren. Nee. Uh, die, die inleiding heb je net eigenlijk zelf al gegeven. Hè? 90% van het filmpje gaat over een marathon is uh, vol risico's, dus ze beginnen maar niet aan. Wat is er nou voor een rare boodschap? Dan zeg je ook nog even tegen die presentatrice ook de toon is verkeerd. Het klinkt bijna ironisch, alsof ik naar Lucky TV zit te kijken, maar zo hebben jullie dat vast niet bedoeld. En dan quote je ze. Het kan ook naar 500 meter onmogelijk lijken, maar dan moet je nog 41 kilometer. Waar slaat dit op? Vraag jij. Nou, dat zet al een beetje de toon van de van jouw bericht nieuwe paragraaf de conclusie waarmee begonnen wordt. Een marathonloper is niet erg gezond, quote en quote. Nou, dan komt de reactie van Jurgen: Dit klopt dus gewoon niet. Haal alle cijfers er maar bij van wie er langer gezond leeft, marathonlopers of bankzitters en geheid dat lopers een gezondheidsvoordeel hebben. Kijk eens verder naar de cijfers. Hoeveel mensen lopen de marathon zonder lichamelijk letsel gewoon uit? Het is de grote meerderheid. Maar nee, jullie zoomen in op die paar gevallen waar het misgaat. Argument 1. Kan ik nog even, wil ik even ja, staven, ja, nog, ja, ik ja. heb nog even opgezocht van hoeveel marathonlopers dan langer lopen. Of hoe. Ja, die, ja. die studies worden natuurlijk gedaan. Worden gewoon, mensen worden vervolgd van uh, hoe, ja, hoeveel gaan wanneer dood? Grote groepen mensen en dan kijk je gewoon, heb je geturfd van wie doet aan sport, wie niet? Ja. En wie loopt een marathon? Ja, en er wordt vaak voor gecorrigeerd nog dat je ook een gezonde leefstijl hebt, ja of nee. Nou ja. Het zijn een aantal studies en iedereen komt van, nou, het is een beetje sporten die het zit elkaar, een beetje van, maar mijn sport is nog gezonder dan de andere. Nou, ik. Twee studies die ik dan even wil aanhalen. Eén belangrijke is de Kopenhagen Heart studie waarbij ze 9000 mensen al 25 jaar lang aan het volgen zijn. En gewoon turven van, nou, wie gaat wanneer dood? Ja. En, en hoe lang leven ze dan extra wanneer je sport? Nou, tennis staat daar bovenaan. Dus die tennissen zijn altijd een beetje op hun borst aan het kloppen van, kijk maar, kijk maar. Tennis geeft je 10 jaar extra. Badminton 6, voetbal 5. Uh, cycling 3,7, zwemmen 3,4, hardlopen staat er niet echt zo bij, maar jogging plus drie jaar. Nou, Oké. Okay. Joggen. Nou, maar heb je... je nou in die studie ook exclusief marathonlopers? Nou, en dan kijk naar een andere studie van 2020. Die hebben eigenlijk alle studies die gedaan zijn op deze manier hebben ze 200.000 mensen. Gaat het om die ze vijf tot 35 jaar gevolgd hebben en dan ook gewoon gekeken van, nou wie gaan er dood hmm. en wanneer? Nou, er gingen er 25.000 dood. Dus van die 200.000 gingen over 10% is dood gegaan in de periode. Gevolgd. Oh, dat is ook een mooi wetenschappelijk feitje. 10% van de mensen gaat dood. Oh nee. Nou, hebben, <laughs> ja, nou, is wel, die heb je nodig om die studie uit te voeren. Dat schrijf ik ook hè. wel? Maar het is meer hoe je, hoe je wetenschappelijk. Nou, en hebben ze gewoon van gekeken: van... oké. Okay, um, ja, hoe zat dat van als je dan kijkt naar die mensen die doodgaan. Uh, of ze wel of niet aan het hardlopen waren. Dus het zijn meer dan marathonlopers. Sorry alleen. Nou, het komen ze uit dat het. Het feit dat als mensen hardlopen, dat geeft een verlaging in het risico om dood te gaan in die periode van 27 uh, procent. Kijk, dus hardlopers zijn doodlopers gaat helemaal nee. niet op. Omtussen en dan ze voor de een... kijkers op YouTube zien ze alleen maar een wit blaadje voor je gezicht. Oké, okay. he? oh, ja. en onder, hebben ze nog een onderscheid gemaakt tussen uh, aan doodgaan aan hart- en vaatziekten ja. of aan kanker. Ja. Nou, en dan uh, kun je dat splitsen. Uh, dat risico wordt 30% lager voor hart- en vaatziekten als je uh, hard loopt in je Precies. leven. Precies. Kortom. En 27% voor. Uh, maar goed, ik hoor nu 27%. al wat de redacteur van de NOS zegt. Ja, Jurgen, maar dit gaat niet over een marathon. En dat gaat ons filmpje wel over. Dus we gaan nog even door, want er zijn meer argumenten. Volgende verwijt wat je aan de NOS maakt: het is zo anekdotisch allemaal. De beelden van Gaby Anderson die zwalkend over de finish komt. Hoe vaak gebeurt dit nou echt? En hoe vaak raakt iemand echt overveerd tijdens de marathon? Het zijn super kleine risico's, schrijf jij, maar jullie zoomen er lekker op in. Net als dat elke hartaanval bij een marathon dat in de treuren in het nieuws komt. Ik merk toch ook Ayo? Ja. Schrijf schrijfstijl dat je niet helemaal neutraal objectief nee. erin zit. Maar dat vind ik ook juist leuk eraan. Ja, maar dat zijn ook de cijfers. Ja, eens. Van hoe, hoe, ja. Hoeveel mensen deed je mee in Rotterdam? En hoeveel hebben hem gewoon uitgelopen afgelopen keer? Ja, die cijfers heb ik niet paraat. Maar eh, hoeveel zijn er midden, dood gegaan. Er zijn er nul dood gegaan. Nou, Precies. En hoeveel zijn er met oververhitting? Ja, het was Precies. niet warm genoeg, oké. Okay? Nee. Nou, volgende. Uh, een quote uit de video. De vijf Nederlanders die in Japan aan de Olympische Spelenmarathon meededen. Wat hebben die precies geweten? Oh ja, want zij zegt op een gegeven moment ja. hè. Die vijf Nederlanders lopen. Die nou, ik... die hebben het wel geweten. Ja. Wat hebben die precies geweten, vraag jij? Zijn ze overleden? Liggen ze in het ziekenhuis? Wat is er gebeurd? Helemaal niks, toch? Die zijn vrolijk weer aan het rennen. Ja, toch? Ja. Ja. Het, ik ik snap het punt ook ergens nee, niet. waarom het, stop je dat ja. in je video, ja. lieve NOS? Dan hebben zij het over want in de Olympische Spelen was een hittegolf. En dan zeg jij een hittegolf bij 26 graden? Het was juist een bewuste keuze om in Sapporo te gaan lopen, omdat het in Tokio veel warmer zou zijn. Daarom een vroege start en alle lopers konden zich grondig voorbereiden op de hitte. Met acclimatisatie, acclimatisatie sessies, ijsvesten en drankjes. Hier dan toch vast even de reactie van de redacteur van de NOS bij pakken. Die quote daar een krantenartikel dat zegt. In dat specifieke weekend was het was ook in toch, Sapporo bijzonder warm. Ja, maar 26 graden en s ochtends vroeg lopen. Vinden wij geen hittegolf, nee. hè? Nee. Dus, um, dan weer een quote uit de video. Volgens sommige wetenschappers is een marathon bij hoge temperaturen te zwaar en onverantwoord. Daar doe je wel een gemene in de discussie. Dan zeg jij, wie zegt dit precies? Ja, hè? Wie zijn ja. jouw bronnen? Ja, er is discussie en zo hoort dat ook in de wetenschap. Daarom is er ook besloten om te verplaatsen van Tokio naar Sapporo. Ja. Maar er zijn dus inderdaad wetenschappers die zeggen dat het onverantwoord is. Dat is feitelijk juist eigenlijk nog. Maar dan gaan ze wat dieper in, in die video, op het gevaar van die luchtvochtigheid. Um, hoge luchtvochtigheid maakt lopen van een marathon levensgevaarlijk, zeggen zij. Meen je dit echt? Schrijft Jurgen van Tevelen. Hoeveel doden zijn er al gevallen vanwege een te hoge luchtvochtigheid bij een marathon? Het lichaam weet meestal uitstekend aan te geven wanneer de grenzen in zicht komen. Zo ook als je te veel opwarmt. Het brein pikt dat op en gaat op de rem trappen. Het tempo gaat omlaag. Zo simpel is het. Alleen bij het gebruik van bijvoorbeeld amfetamines werkt deze terugkoppeling niet goed, uh, niet goed meer en kunnen de grenzen overschreden raken. Ja. Toen ik dit las. Dacht ik wel, nou fijn dat ik het nu even aan je kan vragen, want het is wel zo dat er een gevaar van oververhitting is, toch? Bij sporters in massale hardloop-evenementen. Je, je ziet natuurlijk wel inderdaad. He, heatstroke die... is niet ja. iets. Da en daar je... hebben we het ook over gehad ja. hè, in onze aflevering over, over sporten, sporten in de, in de, de hitte. hitte. Dat je wat van die gradaties hebt als je kerntemperatuur boven een bepaalde. Uh, Precies. Ja, dan, dan praat je over de heatstroke. Nee, ja. Zeker waar. Dus in die zin zou je zeggen: ja, goed, hoe, hoe goed is je rem afgesteld? En ja, in sommige gevallen. Ga er je zijn daar mensen overheen. die daar doorheen gaan. Klopt. Ja. Dus maar de boodschap is steeds allemaal, het is wel dat, dat lichaam is wel aan signalen aan het uitzenden. Ho. Ja. Kijk uit, doe rustig, rustiger aan. Ja. maar op. Ja. En daar zit het me dan een dus beetje. Dus in de toonzetting, iedereen die een marathon loopt, ja. loopt zichzelf de overhitting in. Daar is het natuurlijk niet zo. Nou, we hebben het toen ook gehad over uh, die, uh, die, 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 die ijstanks, die en ja. aflopen, hè? Ja. Die ijsbakken. Ja. Onder andere bij de Dam dam Damloop. Ja. En uh, nou, ja, dat hebben ze toen. Dus kijk, de wetenschap of de, ja, de die, die pikt dit ook op. Die ja. Moet daar wat mee. Maar wel het interessante wat ik dan toch nog wil vermelden. Als je kijkt naar mensen die inderdaad een hitteberoert krijgen. tijdens een hardloopwedstrijd. onder warme omstandigheden. dan gebeurt dat vaker bij een vijf of een tien kilometer. Ah. dan bij een marathon. En dat heeft alles te maken. en dat zijn Getraindheid. vaak. Getraindheid. Ja, nee, juist de goed getrainde hebben dat. Ah. en wat jongere kerels. omdat die, die gaan gewoon knetterhard blijven die lopen. in die vijf kilometer. En nou ja. Die genereren zoveel warmte vanwege nou ja, de hoge verbranding die ja. zij hebben. Ja. Dat dat eigenlijk uh, ja, veel sneller daarmee die kerntemperatuur kan oplopen. Bij een marathon heb je toch iets van, ja, ik, heb, ik moet nog drie uur. Of, ja, je zit per uh, definitie op. in een lager tempo ja. natuurlijk. Dus je zit al in een hele andere zone ja. te sporten. Ja. Dus in die zin is dit gewoon kul. Nou, volgende quote uit de video. Een marathon lopen is dodelijk. Ja, nou schrijf je dan, hoe heftig ook... Er is in de geschiedenis van Rotterdam Marathon één iemand overleden. Hoeveel mensen die niet aan de marathon meedoen overlijden er in Rotterdam eigenlijk op zo'n dag? Ik vermoed dat dat er wel meer dan één zullen zijn. Vooral als het buiten warm en vochtig is. Ja, Dus je zegt, plaats dat nou eens even ja. in perspectief. Er gaan altijd wel mensen dood. Ja. Nou ja, en dat is misschien, misschien altijd van sporten is... Uh... Ja, als er, als er inderdaad één iemand doodgaat of op, ja, in, naar het ziekenhuis ja, moet. Ja, dat of maakt een, een marathon nog niet dodelijk. Op, nee, nee, heel nee, heel we kunnen het wel over die, die hartaanvallen of kijk wanneer is sporten wel of niet uh, gezond. Voor Als je een hartprobleem hebt, ja. dan kunnen we straks ook wel aan Guido Gaan we met Guido dat, op in. Uh, Deze quote hoorde ik ook en deden ook fysiek mijn wenkbrauwen omhoog gaan. Want dit stellen ze zomaar in die video. Eén op de vijf lopers raakt geblesseerd tijdens de marathon. Dat is dus 20% dacht, nou dat zal toch niet. We stonden daar met 17.000 man, 17 man aan de start. Dus dan zouden daar 3.500 man weglopen met een blessure. Nou jij schrijft ook, ik weet niet op welk onderzoek dat precies gebaseerd is, maar ben benieuwd wat hier precies onder blessures wordt verstaan. Heftige spierspijn of shinsplints, dat maakt nogal uit. Hardlopen is zeker een blessuregevoelig sport, dat klopt. Maar blessures gaan vaak ook weer over. En dan ben ik blij dat ik toch nog een studie heb opgezocht. Ja, fijn. Poeh. Want die worden gewoon heb, met cijfers gesmeten. Ja, nou ja, en dan snap ik wel waar ze het vandaan hebben. Want er is ooit een onderzoek gedaan, 2005, bij de Rotterdam Marathon. Waarbij ze een, uh, 1500 mensen hè, hebben ze na afloop, de week daarna, een lijst opgestuurd. Hebben ongeveer de helft teruggestuurd. Mm -hmm. En dan hebben ze een aantal dingen gevraagd. Ten eerste, in het jaar voorafgaand aan deze marathon, uh, ja, had je wel eens een blessure? Ja. Nou, dat bleek toch de helft te zijn. En dan denk ik dat ze zullen zeggen blessure die je van weer hield om te trainen. Om te sporten ja, zoals ja, je normaal sport. Je ja. En dan hebben ze ook gekeken van, um, ja, hoe was het tijdens de marathon? Ja. En dat gaf inderdaad 18,2%, dus 1 op 5 aan dat zij... Ja, naar boven afgerond al gauw, hè? Ja, ja, maar 18%, okay. dat, ja. dat ze een blessure hadden. Een ja. beetje onduidelijk van een aantal lopen hem gewoon uit, een aantal niet. En ja. dan uh, geturfd van op een schaal van 0 tot, tot 9... Ja, Hoe pijnlijk was die blessure? En dan ja. hebben ze, het ging met name knieën. Kniepijn was wel de belangrijkste. 4,5, dus in het midden. Ja. Nou. Er is een beetje dus, last van de knieën. Ja, zo ja. kan je dat zeggen. Maar dan ja, geloof ik. Je moet ik bekennen, wel, natuurlijk, okay. als je mij op maandag 25 oktober ja. hier de trap op ziet. Strompelen, nou dat valt mee, maar ik heb wel een leuning nodig. Ja, maar dat noem ik geen blessure. Nou, maar nu inderdaad, om dat nog even, waar gaat het dan over? Want dan bleek dat dan meer dan 85% van deze geblesseerden, waarmee je aan kan afvragen, ja, was wel of ja, niet ja, een blessure-definitie, kon na één week weer gewoon alle dagelijkse <laughs> werkzaamheden thuis en op het werk uitvoeren. Ja. En Kortom, meer, meer dan de helft van die geblesseerden die kon weer vrije tijdsbesteding doen en gewoon sporten zelfs. Ik ja. bedoel, ja. Uh... Dus ik hoor hier al diverse problemen. Ik bedoel, 1500 van de 17 of 15.000 is een mooie sample, maar alleen de helft stuurt terug. Kun je al afvragen? Ja, heeft die helft doet een doet bias? Dat, hè? Ja, hè? Ja, Want de onderzoek klopt. naar blessures, ja. als ik er krijg, denk ik heb geen blessures, ja, stuur ik niet in, ja. toch? Maar ja. goed, dat weten we niet. Hopelijk hebben ze daarvoor gecorrigeerd. Ja. En dan zeg je ook nog eens wat ze dan vinden aan blessures, die 18%. Nou, ik vind het allerbelangrijkste dat na een week eigenlijk de... Ja, heel, dus, ja dan is het gewoon weer over. Dus Kortom, het, lieve NOS, dikke vette Het is een belasting op, op spieren, pezen, dat is wel duidelijk. En ja. Op het lichaam. Maar die is tijdelijk. Ja. En ik bedoel, tuurlijk, ik heb nog een, een studie even opgezocht... waarbij ze wielren, een, een wielren inspanning vergelijken met een loopinspanning... door... Eigenlijk drie uur volgens mij mensen of tweeënhalf uur op 70% van een VO2 max uh, te laten lopen of te wielrennen. En dan de afloop het ja, bloed af te nemen, te kijken naar markers van spierschade. Ja. En uh, uh, ontstekingsfactoren. En ja, nogal wie dus zijn die hoger dan in, in lopers, dan Precies. in fietsers. Dat, 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 is, dat is Ik geen besef verrassing. me dat ik wel een beetje als een halve uh, Farmers Defense force begin uh, ja. begint te klinken met nos besje Maar toch, het raakt me, want het is natuurlijk onze ja. passie, ons onderwerp. Als ja. dat het zo uh, in, de, in de brede groegemeente over gesproken wordt, nog uh, drie quotes te gaan. Autonome, zenu Autonome zenuwstelsel en andere systemen raken in de war of slaan op hol. Zegt de NOS in het filmpje. Jurgen reageert. Ja, hoe dan? Dit is toch een tijdelijke disbalans waar het lichaam prima mee om kan gaan en van kan herstellen. Ziek na een marathon? Ja, inderdaad. Er is een verhoogde gevoeligheid voor griep of verkoudheid gerapporteerd in de week na een marathon. Maar omdat. Onder de noemer ziekteverkrijd. Ja, dit is een beetje op de randje jeugd. Want dan zeg je griepen verkoud daar niet ja, ziek. Maar nee, maar dat Hoe is erg die, is het? Dat is die, die open he? window ja. uh, theorie, volgens mij, daar hebben we het ook al over. Nou, gehad en dan, in de dan, dan de ga je nog verder. Hè? Want dan zeg je natuurlijk, wat zijn de cijfers van het aantal mensen dat door die ziekte, na een ja. marathon bijvoorbeeld niet naar zijn werk kan. Want dan ja. maakt het wat uit. Anders doet het natuurlijk ja. niet toe. En de mentale component, schrijf jij, wordt nu afgedaan als iets negatiefs. Een risico. Maar ja, dat is juist iets wat de marathon zo interessant en uitdagend maakt. Mentaal uitgedaagd worden is juist heel gezond. Ja. Michiel Panhuizen uit je comfortzone. Ja. Dus dan ga je nog even door. Zeg je: "Nou, ik vraag me echt af wat jullie doel hier is. Ma mensen afraden om een marathon te lopen. Uh, Beginnen maar niet aan. Dan heb je nog wat over uh, toppers. Toppers kunnen veel meer dan hun eigen lichaam aankan. Diep gaan," zegt uh, de NOS. Ja. Um, en dan zeg jij nog, ja, dat kan, maar hoezo is dit gevaarlijk? Want bij diepgaan zegt het lichaam de volgende keer: hier trap ik niet in. Ik weet niet precies welk fenomeen hier bedoeld wordt. Maar zoals eerder uitgelegd, trapt elk lichaam, mits niet gedrogeerd, al direct op de rem wanneer de grenzen, lichaamstemperatuur, te weinig zuurstof, hartslag, overschreden dreigen te worden. Uh, een risico voor de lange termijn en de rest van de carrière, zegt de NOS dan nog. En dan zeg jij ook weer, nou, om hoeveel atleten gaat nou. het hier? Wat zijn dan die beperkingen die ze hebben opgelopen? Vergelijk het weer eens met het normale percentage van mensen dat arbeidsongeschikt raakt tijdens hun loopbaan. Dus ook hier zeg je weer, jullie halen alles uit zijn context in feite. Zonder cijfers kan ik niet veel. Nee. En, uh, ja. Maar ja, nou en dan heb je nog een mooie quote over Butter. <laughs> dat, uh, dat zij zeggen dan in de video: ja, veel. Topatleten vervangen deel van de training door fietsen en roeien. Want trainers en wetenschappers denken er tegenwoordig heel anders over. En zei schrijf jij, nou, omdat toevallig Michel Butter dit doet, wil niet zeggen dat veel topatleten dit doen. Deze gedachte staat nog in de kinderschoenen. Maar, toen dacht ik ook wel, het is een beetje tegen onze eigen filosofie ja, over klopt. gevarieerd ja, trainen ja, ja, in. Natuurlijk, dat he? is denk ik meer. Uh, Je was ook een beetje op een rand geraakt. He? Alles ja, was fout. Maar ook het nieuwe, ja, alsof dit nieuws is he? van hardlopers die aan het fietsen zijn. Uh, en, en nu Tom Dumelin, die de 10 kilometer. De Zet, heeft 32 zeker. wat een koning. En dan denk ik, ja, maar was het niet al een jaar geleden of zo dat we de uitzending hadden, aflevering 3 al. Uh, en waarin Guido al ooit verteld heeft namelijk uh, in, in het stuk wat we wat daar, wat, wat daarover hebben over gevarieerd trainen. Ja. Dat het heel goed is voor wielrenners om, om af en toe hard te lopen. Goed voor hun botten, noem ja. maar op. En ja, dat, ja. dat is onderdeel van gevarieerd trainen. En dat is een beetje dat ik denk van jeetje jongens, is dit, ja, is dit nieuws of niet? Dat, uh, en... De naam Guido Valt, we gaan zo eens even met hem bellen om te horen uh, waar dan wel echt de grenzen zitten ja. en waar, we hier dan, uh, waar de realiteit in zit. Toch nog even, uh, toch op het journalistieke af, hoor en wederhoor. Uh, we hebben natuurlijk de NOS om een reactie gevraagd, ja. die hebben we ook gekregen. Uh, wat me daarin opvalt is dat hij uh, op allerlei argumenten gewoon niet ingaat, die hij uh, geeft. Uh, die twee, drie, waarvan ik ook denk, die zijn een beetje dun, Jurgen. Nou, <laughs> die pakt hij je dan natuurlijk wel op aan. En dan zegt hij toch iets heel opvallends. Ik quote nu even uit het bericht van redacteur Daan: Het is natuurlijk gechargeerd, net als een groot deel van de video. Maar dat wil niet zeggen dat het feitelijk allemaal niet klopt. Nou, daar gaan mijn wenkbrauwen ja. denk naar. Ho hoezo? Het is natuurlijk gesurgeerd. Dat verwacht ik niet van een medium als de NOS. En dan zegt hij ook nog: de stelling. een marathon lopen is niet gezond. is de stelling waarmee we ons onderzoek begonnen. Dat is namelijk hoe ik erover dacht. En ik heb door diverse mensen gelijk gekregen. Ja, ja ik denk dat daar toch het hmm. probleem zit. Als jij vraagt aan. als uitgangspunt neemt. en je gaat naar wetenschappen onderzoek toe van ja. Uh, we, uh, marathon is niet gezond. Waarom eigenlijk niet? Of zo. En dan gaan ze natuurlijk daarop in. van... Nou, dan kun je het noemen. Hè. Knieën pezen. En, uh, blah, blah. Maar als je gewoon als nulhypothese echt gaat denken. Nou, marathon is gezond. Nou, of dan, niet? Hè? Laat nou, we maar eens uitzoeken. En dan ga je dat inderdaad, dat gebalanceerd de, de plussen en de minnen naast elkaar zetten. En dan. Ja, dan kan je niet anders dan tot de conclusie komen. Dat mits goed getraind. Dat mits, de mits ja. is belangrijk. hè? Ja. Ja. Is uh, gewoon sporten, is gezond, hardlopen. En marathon lopen ook. Redelijk slecht getraind. Kom je er ook nog wel van. Ja, weg. Ha, is niet waar. Ik heb een flinke basis natuurlijk. Ja. Ik, ben niet, uh, ik ben niet een nobody die van de bank af een nou, marathon nee, gaat nee, doen. en Nee, En laat je niet en, nou, en, laat je niet gek maken door inderdaad de beelden van, van een zwalkende uh, Zwitserse die iedereen nog wel op de desfries ja. heeft. Ja. Of ja. het feit dat. Iemand is overleden tijdens een marathon. Ja, dat is verschrikkelijk natuurlijk. maar uh... Dat is niet wat de goede gemeente doet. Nee. nee. Nou, wij, uh, jij hebt daar op Twitter op gegit. We hebben nu in de aflevering dit toch even gefileerd en uh, van feiten voorzien. Gelukkig hebben we onze Guido Vroemen toch ook een soort bijna BN'er tegenwoordig. Ja. Die dat ook inderdaad. Ik zei eerder trouw, maar het is inderdaad in de NRC. Uh, nou, dat is uh, nog maar vorige week, 17 november, ook een mooi stuk laat optekenen. Is het lopen van een marathon gezond? De omgedraaide vraag. En daar wordt hij ook uh, uitgebreid gekozen. Quote, dus Ik zou zeggen, laten we gaan zoomen met vroemen. Goed plan. We gaan zoomen met vroemen. Zoom, zoom, zoom. Vroem, vroem. Yo, Guido. Hey, Guido. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. jongen, jonge, wat een ophef zeg. Eerst op Twitter en toen in de media. En toen ook nog in het NRC stond jij met een mooi stuk. Want ja, uh, ja als we niet oppassen, dan laten we ons aanwrijven dat uh, de marathon ja. uh, de leven, meest gevaarlijke onderneming van de wereld is. Ja, dat is niet de bedoeling. Nee. Nou ja, nee. We ja, hebben net al samen dat uh, NOS-filmpje gefileerd. We hopen alsnog dat het uh, van het internet verdwijnt. Maar om onze luisteraars toch ook wat positief, constructief mee te geven, willen we even met jou op zoek naar wat is nou wel waar in de zin van hè, wie en wanneer moet je nou toch wel even verstandig omgaan met je voorbereiding op een marathon. Ja. ja. Is het voor bepaalde mensen, ja zeker patiënten, niet weggelegd een marathon? En hoe kom je erachter? Welke groepen zeg jij nou, begin er maar niet aan? <laughs> nou, per, per definitie zal ik niet echt meteen iemand gaan uitsluiten van begin er maar niet aan. Hmm. De motivatie ja, als je, de motivatie in, maar ten, is natuurlijk... Tenzij ja. je niet kunt rennen natuurlijk, dat ja. je geen benen hebt, dan wordt het lastig, <laughs> hè? Maar dan kun je ook rollen. Ja. ja. Precies. <laughs> um, maar per definitie niet meteen niet iedereen uitsluiten, want ik denk um, uh, je moet ten eerste, je moet het niet zien als iets wat je per se moet doen. Als je wil hardlopen omdat je denkt: nou weet je, dat, dat is goed voor me, daar word ik fitter van. Dan wil dat niet zeggen dat je een marathon moet gaan ja. lopen. Weet je, als je een half uurtje gaat lopen, daar kun je ook al heel veel winst uit halen. Dat is, het moet niet een bucketlist-dingetje worden, waarom je denkt: ja, maar die marathon, daar krijg ik gewoon aanzien van. Da dat moet ik dus gedaan hebben, want anders ben ik geen hardloper. Ja, nee, dat precies. Is niet, dat is dan dat toch is niet de, bedoeling. de eerste iets van risicofactor, waardoor het voor sommige ja. mensen ongezond wordt. Hè? Omdat ze het doen op een moment in hun leven. wat helemaal niet ja. past in de context van training en, en volumes ja. die ze doen. Nee. Ja, en dan is de motivatie natuurlijk niet hè, de juiste. Hè? Je moet een intrinsieke motivatie hebben, dat je denkt: ja, ik, ik vind dit mooi om te doen, hè? lang rennen, kijken of ik dat kan. Ja. En, en puur ook wat jij heel duidelijk in jouw artikel neerzet. Als je om, gewoon gezond om gezond te worden is, een half uur, een uurtje lopen ja. drie keer per week is uh, net ja zo goed. En misschien zelfs uh, uh, ja, beter, puur voor gezondheid. Daar ja. hoef je geen marathon voor te lopen of te trainen. Nee, dat hoeft niet. Weet nee. je, die marathon ga je lopen omdat je iets wilt bewijzen, iets wilt presteren. Ja, zeker. En niet omdat je denkt, daar word ik gezonder van. Ja. Dan, hoeft, dan weet je, ben je over de top heen. Maar meteen je... door die laatste linia, daar zeg je al van, want we worden natuurlijk altijd weer teruggegrepen naar die ene patiënt ja. die ja. Uh, een hartaanval krijgt of, of boezemfibrilleren ja. of whatever, die opgenomen moet worden. En ja. dat je zegt van nou, de suggestie doet om in ieder geval een, een cardiovasculaire screeningslijst af te weten. Ja, dat is heel simpel. Weet je, als je zelf, de meeste mensen vinden zichzelf heel gezond. En uh, anderen vinden ze dan meestal ongezond. Mm -hmm. Maar ja. als je het uh, gewoon een beetje wil toetsen, uh, er zijn hele simpele cardiovasculaire screeningslijsten te vinden. Op, uh, op sportzorg.nl onder andere, maar ook op heel veel websites van sportmedisch adviescentra. En dat zijn gewoon vragen wat betreffende ja, je gezondheid. En als je daar heel veel vragen eh, zeg maar negatief scoort. Door mm. je denkt, ja, hier heb ik last van en hier heb ik ook wel last van. Dan is het wel verstandig dat je denkt, nou, misschien moet ik dan eens even een wat grondigere check laten doen. Een sportmedisch onderzoek bij dat centrum. Om die dingen nou ja, beter in kaart te brengen. van Wat zijn nou de risico's? Ja. ja. Want dan zitten we dus in het hoekje van de taartpunt van mensen die wellicht inderdaad onderliggend lijden hebben of al iets hebben aan hun hart wat ja. natuurlijk dan bij een marathon wel hun over hun grens kan duwen. Kunnen we die ja. ook omdraaien. Stel mensen die twijfelen vullen zo'n lijst in, daar komt uit niks aan de hand, dan dan kun je ook met een gerust hart <laughs> pun intended ja. Uh, ja. aan zo'n reis gaan beginnen. Ja, in principe wel, maar um, daarbij ja, moet ik ook zeggen: garanties hè? heb je nooit natuurlijk. Hè? Nee. Komt, je, als, als je dan stel, je hebt wel wat, uh, je hebt niks, uh, je hebt geen negatieve dingen, geen negatieve antwoorden daarop ingevuld, en je denkt: nou, het is allemaal oké, okay, en toch, en je doet een sportmedisch onderzoek, er komt alles goed uit. Dan nog, weet je, we kunnen niet alles nee. tot uit, uitsluiten. Ja. Niks uh, uh, is Helm. 100% Helm. uit te sluiten. Dus ja, oké, okay. ja. Handen. Maar wel heel veel. Dan ja. moet ik even ik, heel denken: heel van ik heb ooit uh, de mamot gefietst. Hè? Dat, uh, daarvoor moest ik een uh, doktersverklaring uh, hebben. En dat heb ik gewoon uh, via een bevriende ja. huisarts laten doen. Is Goeie. dat iets voor, voor, voor het Goeie. buitenland, met name? Ja, Frankrijk heeft dit soort. Uh, dat heeft meer te maken met wetgeving van, van wedstrijden. Als er iets gebeurt dat. Tot... Dat je dan uh, vanuit uh, volgens mij is dat de organisator. Die moet dan. Uh, ja, anders kan die aangeklaagd worden als hij niet ah, heeft ja. gevraagd dat mensen um, een, een gezondheidsbewijs kunnen ah, overleggen. Okay. Ja. In Nederland is dat niet zo. Is dat verstandig ja. vinden we? Of is dat overdreven, voorzichtigheid, rubberen ja, tegelbeleid? Dat, ja, dat is allebei de kant. Weet je. Um, als ik nou een 100% score zou hebben van als je deze onderzoeken doet, dan weet je zeker dat er niks gebeurt. Ja. Dan zou ik zeggen, ja, dan is het verstandig. Maar mm -hmm. dat heb ik niet. Dus ja, ik kan van beide kanten wel, wel meegaan dat ik denk, ja, maar om het overal verplicht te stellen. Nou, want je krijgt toch niet de 100% zekerheid. Maar weet je, het, daarom zeg ik altijd, als je zelf een, een gevoel hebt van, ja, nou, maar ik wil het toch wel graag laten controleren. Doe het dan. Um, maar laat, het, het moet niet zo zijn, ja, want ze verplichten het, dus ik ga het allemaal doen. Maar ik ja, doe dan het, wordt het ik een soort papieren tijger. Ja, ja, nee, ja. Dat, dat, daar heb je niks aan. En, en zelfs jij, als sportarts, zegt: begin gewoon eerst maar met zo'n vragenlijst. Ja. En je hoeft echt Bij niet... twijfel, toch? Ja, en je hoeft echt niet meteen. Nou, je kunt het al, altijd even hebben, dat is dan lopen. de moeite, ja. hè? Ja, we zullen hem in de show notes zetten. Ja. Toch even een linkje naar zo'n ja. lijst. Dan kan iedereen ja. dat gelijk doen. Hé, hey, en ja. als we hem dan positief omdraaien, Guido. Wat, um, ja. dus luisteren nu mensen, die zeggen, ja, 10 kilometer lopen goed. Uh, wat zou jij nou aanraden als een soort van stappen op weg naar dat je wel toe bent aan een marathon? Wat, wat moet je kunnen of doen? Of... Ja. ja, Nou ja, in principe, kijk, de meeste mensen gaan trainen en die beginnen met hardlopen en die denken, oh, ik moet een keer een 5 kilometer lopen. Hmm. Ja. Dat lukt. Dan gaan we, aan, dan gaan we een tien, maar uh, en vijftien en een halve en dan een hele. Eigenlijk is dat het stappenplan. Ja, dat is een soort uh, exponentiële dus groei, hoor ik daar. Ja. <laughs> daar wordt eigenlijk niet gewerkt aan verbetering van techniek, verbetering van snelheid op de korte afstand. Dat zijn, wat mij betreft, eerder de eerste stappen. Als je vijf kilometer kunt lopen, dan denk ik, ja, top, dat heb ik gehaald. Ja. Nu ga ik proberen. Een wat sneller oh, te lopen oh, en dan ga oh, ik daar oh. wat beter voor trainen en dan kijken of ik wat hoger tempo kan halen op die 5 km in plaats van nu ga ik 10 kilometer proberen te halen. Hmm. Help mensen me begrijpen waarom is dat belangrijk dat ik eerst wat kortere afstanden wat sneller kan voordat ik uh, de lengte ga opbouwen. Ja, omdat je dat anders totaal niet ontwikkelt. Hmm. Weet je, dan ga je alleen maar ja, als je 10 km kunt lopen in, in een bepaald tempo. Ja, dan kun je dat ook wel 15 kilometer uh, lopen. Alleen het wordt steeds moeizamer natuurlijk. Ja. Maar je doet eigenlijk je verandert niks aan je hele um, looptechniek en loopsnelheid. En dan hebben we weer in het anaerobe gebied, wat net iets zeg maar boven je verzuringsdrempel zit. Ja, ja om dat gebied ook te trainen. En een marathon is in principe allemaal daaronder. Dus dat heeft allemaal heel... Ja, precies. Maar, ja. maar ik probeer even te begrijpen, Guido, waarom... Stel, stel dat ik hem toch op mijn bucketlist zet... Hè, maar ik ja. wil het uh, veilig doen... omdat ik toch een ja. beetje op mijn hoede ben... naar aanleiding van het uh, NOS-filmpje... Waarom vind je het dan belangrijk dat ik uh, eerst nog wat snelheid opbouw? Ik vraag het met, met ja. in mijn hoofd dat er dus hele cohorten zijn, ook ja. in die Rotterdam Marathon toen, die marathons tussen de vijf en de zeven uur lopen. Ja. Waar ik helemaal niet ja, over klopt. wil oordelen, maar waar ik wel van denk: god, dat is wel heel rustig. Ja, klopt. Maar als je dus de, de kortere afstanden wat probeert wat sneller te lopen, dan heeft ook. Daar heb je ook betere techniek voor nodig ah, om harder te kunnen lopen. Precies. Dus daardoor ga je ook je looptechniek verbeteren. Ja, ja. Ja. En dat heb je dan, dat komt dan weer gezien. Profijt gunste. van op die lange afstand. Ja. Precies. Eigenlijk gewoon je eff, eff, efficiëntie, je loopefficiëntie, ja. daar wil je ja. aan werken. En dat doe je door gewoon uh, de hoge intensiteit Korter te en harder te lopen. lopen. Oké, okay, ja. helder. Meteen mijn vraag nog van, nou ja, je hebt van die, die, die MafKezen, ja dat durf ik best te zeggen, die volgens mij 100 marathons in 100 dagen lopen. Oh ja. Dat lijkt me ongezond. Maar uh, ja, wat, wat zeg jij van, kijk, uh, wielrenners die, ja, die maken best wel veel wedstrijddagen. Ja. Uh, hoeveel marathons per jaar hangt natuurlijk erg van getraind? af, Vind je, Denk ja. jij van, nou ja, dat moet je niet overschrijden? Nou, ik, heb er, ik wil daar geen uh, getal op nee. plakken, want hè, er zijn er inderdaad die gewoon uh, 100 marathons in 100 dagen bijvoorbeeld lopen. Ja, um, dat gaat dan ook in een rustiger tempo uiteraard, maar mm -hmm. die zijn vaak ook zo super sterk en goed belastbaar in hun bottengevrichte kapsel. Ja. ja, die kunnen dat dus aan. En um, heel veel mensen kunnen dat überhaupt al uh, niet na, uh, de, een dag na één marathon, de volgende dag er weer in gaan lopen. Ja omdat het gewoon zoveel schade oplevert. Maar ja, dit, dat, ja weet je, dat zijn de, uh, uh, de, uh, de, de ene, kan gewoon veel meer. Ja, ja. 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 Voor hun is het een soort wandeling eigenlijk, denk ik, vergelijkbaar. Ja, qua, ja, 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 qua ja, inspanning ja. en ja. belasting. Ja, ja. Ik doe het doet me wel denken, ergens hier in de boekenstapel uh, ligt ook uh, de, de hardlooprevolutie van Koen de Jong. En wat hij daar wel in beschrijft, is inderdaad dat je op zich misschien wel na 100, in honderd dagen na je eerste marathon kan trainen qua... Uh, uithoudingsvermogen ja. en misschien nog wel qua spieren, maar hij zegt ook Peze. je botten, ja. pezen, ligamenten hebben misschien wel 200 dagen of misschien wel bijna meer dan een jaar nodig om ook die belastbaarheid aan te kunnen. Dus hij raadt eigenlijk ook aan om al meerdere jaren flink te lopen voordat je richting zo'n marathon gaat. Herken je dat, Ja, uh, nou, Op zich weet je dat ik denk dat dat per persoon natuurlijk wel weer uh, anders zal zijn. Dus om daar één periode op vast te plakken niet. Nee, maar het is wel goed om gewoon uh, langzaam die belasting steeds een beetje op te voeren. Um, uh, waardoor je er dus veel meer aan gewend raakt. Hè? Ja. Het lichaam is heel plastisch. Als je iets doet en, en het, het geeft spierpijn en zo. En de volgende keer als je het doet, geeft het alweer minder spierpijn. Dat, dat past zich aan. En dat doet het met alle dingen. Dus wat dat betreft kun je heel rare dingen doen. Uh, het herstelt zich hè, toch wel weer heel goed. Ja. Nou, dat is ook een beetje de strekking wat we in de, de rant van Jurgen tegen de NMS lazen. Oh, wow, wow. Van ja, tuurlijk is het enorm belastend, maar dat kan zo'n lichaam best wel hebben. En ja. dat, de, ja. daar ga je echt niet dood aan. Nee, maar ik heb een keer, dat was in mijn studietijd als sportarts in opleiding. Toen zat ik bij de orthopedie en had ik de marathon in één Rotterdam gelopen. Op zondag en op maandag dacht ik: van, Weet je, ik, ga even, ik zat, kon gewoon langs het lap me laten prikken. Ik wil wel eens weten hoe hoog mijn CK is. Ja, wat is dat? Nou, CK is, zeg, uh, creatine de kinase is zeg maar. een uh, enzym wat, wat vrijkomt als je heel veel spierschade hebt. Oké. Okay. Yeah. Dus als je gaat hardlopen, en zeker een marathon gaat lopen. krijg je heel veel spierschade. Dus daar heb je ook die spierpijn van. Ja. Yeah. Dus dan, dat kun je dan in het bloed terugzien aan de hoogte van het CK. Nou, um, CK is ook zeg maar. als je me, uh, mensen op een uh, cardiologie hebt. En een infarct hebben ze ook spierschade. Want dan ja. krijgt een stuk spier geen zuurstof, omdat er een bloedvat dicht zit, een kransvergader. Mm -hmm. Alleen die CK is net iets anders. Dus dat, dat is wel verschillend daarvan. Maar in het lab kijken ze altijd eerst naar CK-waarden. Dus ik had dat geprikt. Het lab belt daarna uh, de uh, as-assistent op van, uh, de, van de afdeling. Dat was ik ook. <laughs> en die zeiden, oh, er is iemand met een heel hoog CK. Ja, ja, hartaanval. <laughs> ik zeg, wie is het? <laughs> ja, dat was ik dus zelf. Ik zeg, nou ja, bepaal dan maar gewoon ook de fractie ja. van gewoon echt spier en hartspier. Um, want dat zou wel normaal zijn. En dan belden ze vijf minuten later op. oh ja, dat is inderdaad, het is geen infarct, het is gewoon spierschade. Ja. Ja. Maar het was dan normaal, hij zat tussen, nou, tussen de 50 en de, en de 200, dat is normaal. En ik zat ergens boven de 2000. Ja, ja. Zo serieus. Dus, en dat ja. herstelt gewoon. Ja. ja, want ik wou zeggen: je zou natuurlijk, als je NOS-redacteur bent, nu kunnen zeggen. Zie je wel, ja. Vroemen. 2000, ja, nee. ja. superveel spierschade, ja. dat is hartstikke Top. ongezond. Ja. Drie dagen later weer geprikt en toen was hij weer onder de 200. Ja ja. Ja, ja. ja, ja. Dus dat is het lichaam. Weet je, we hebben gewoon een heel mooi lichaam, dat repareert dat en dan is het gewoon weer oké. Okay. Ja. Mooi, mooi. Ja. En dan, dan moeten we die dus korte termijn schade wellicht. maar eens afzetten ja. tegen de enorme mentale motivatie. en uitdaging en beweging die je gaat doen. op het moment dat je voor een marathon gaat trainen. En dan is volgens ja. mij de balans uh, ver positief, denk ik, ja, wat eens. mij betreft. Ja, ja, ja. Mooi, dankjewel Guido voor deze aanvulling. Dankjewel, toch ook wil ik ook even hier op het podium gezegd hebben... dat jij dan ook toch weer de, in de pen klimt en naar de krant gaat... en toch ook in de massamedia even dat ook weer probeert recht te zetten... via zo'n artikel in de NRC. Dus ik weet ja. niet of jij proactief hun benaderd hebt of zij jou... maar dat maakt me niet uit, jouw naam <laughs> staat erbij, dus uh, super. Um, dit is een aflevering vol met reacties. Op onze aflevering over de Rotterdam marathon. We hebben het veel over hardlopen de laatste tijd. Um, beste luisteraar, we gaan het volgende week nog één keer over de marathon hebben. Want dan hebben we bij ons: waar ligt die? Hier. Twee Mariska dingen. van Sprundel van het boek. Missie Marathon. We hebben haar uitgebreid gesproken over haar marathon in Duitsland. En daarna, als je naar ons luistert, omdat je toch meer wielrenner, mountainbiker of voedingsdeskundige bent, gaan we het weer uitgebreid hebben over fietsen, over sportvoeding, over supplementen. Dus stay tuned, blijf je abonneren. Er komt ook echt wel meer dan hardlopen en marathons aan bod. Maar volgende week nog even met Mariska. Mocht je nou naar aanleiding van alles wat je hier hoort... of uh, NOS-redacteur zijn en willen reageren op onze brand... of misschien wel uh, vindt dat we er helemaal naast zitten... of nog iets willen toevoegen over die pacer... dan kan je ons bereiken op een aantal manieren. Ik ga ze nog één keer voor je opzommen. Het is op Twitter en Instagram zijn we de @slimmerpodcast. Kun je van iedere uh, aflevering een post vinden... die kan je retweeten, die kan je delen... daar kan je op reageren als dat op Instagram is... Of je kan naar onze website, www.slimmerpodcast.nl. Daar vind je van iedere aflevering een eigen pagina met een link die je kan doorappen. Maar je kan daaronder ook reageren in de comments. Hebben we vandaag ook in de aflevering gezien dat dat gebeurt. En je kan ook naar ons mailen, net zoals Jurgen Antoni deed, Met een mooi lang verhaal over wat een pacer doet en waarom. Uh, via post.slimmerpodcast.nl. Laat ik iedereen nog een keer uh, danken voor alle leuke reacties. En uh, soms duurt het even. Heeft Jurgen ook gemerkt. Zijn, uh, zijn pot. Jurgen Antoni heb ik het nu ja. over. Hè? Zijn, zijn mail lag uh, toch zeker twee weken ja. in de inbox voordat hij wat van ons hoorde. Maar we zien het allemaal en we gebruiken het ook. Dus uh, dank voor jullie reacties. Dank voor nu, uh, Guido. Tot volgende dank week. Guido. Lekker, Oké, okay. okay. ja. nee, volgende week ben je er niet, want dan hebben we Mariska. Tot over twee weken. Hoi. Hoi. Goed. Oh, hoi